De Partij van de Arbeid is niet meer de grootste in Zwolle. De PvdA verloor een zetel en ging van 7 naar 6. De ChristenUnie is de partij die het nu voor het zeggen heeft in de provinciehoofdstad. We gingen de campagne in met dat we 6 volle zetels wilden halen. Want 4 jaar geleden was het een restzetel, die 6e zetel. En natuurlijk hou je stiekem wel eens een beetje rekening met, nou, dat zouden er wel 7 kunnen worden, maar dat het er 8 zouden kunnen worden, nee, dat is echt een verrassing. Heeft u een verklaring? Nou, ik denk dat het laat zien dat de Zwollenaar ziet dat wij in de afgelopen 4 jaar echt zorgvuldig hebben geprobeerd om in het belang van alle Zwollenaren te handelen. Ja, wat is er gebeurd? Dat vraag ik me eerlijk gezegd op dit moment ook heel erg af. Want we zijn gehalveerd en ja, je merkt inderdaad aan de reacties in de zaal dat iedereen met ons ook heel erg verbaasd is. En dit is denk ik ook nog niet het moment om te bepalen waardoor het allemaal is gekomen. Maar daar gaan we eens even een nachtje over slapen en dan morgen kijken van, ja, hoe we weer verder gaan en waardoor dit komt. Maar we balen enorm hoor, zeg ik eerlijk. En dat betekent dat jullie niet meer in de coalitie terechtkomen, maar in de oppositie. En volgens mij is dat Zwolse historie. Ja, dat is het volgens mij ook. En dat is allemaal natuurlijk nog niet rond, maar met 3 zetels gaan we ons sowieso nu heel bescheiden opstellen. En we wachten maar eens eventjes af. Maar ja, we gaan nu even onze wonden likken. Maar ja, weet je, de kiezer heeft gesproken en dat is helder, dat moeten we respecteren. Andere verliezers in Zwolle zijn de VVD, GroenLinks en de lokale partij Zwolwacht. In het rijtje van de winnaars staat de SP, die van 3 naar 5 zetels gaat. En D66 zelfs van 3 naar 6 zetels. Ja, fantastisch. Dat hadden wij niet verwacht. We dachten dat we konden groeien. Maar deze uitslag is meer dan we hadden verwacht. Dus we zijn heel erg blij. Ja, hoe komt het? Nou, we hebben de afgelopen jaren echt ingezet op een D66-profiel in de stad. Wat betekent dat? Een D66 met meer creativiteit, meer gebruik maken van de initiatieven die er zijn. Goed luisteren naar de bevolking, maar ook kijken hoe je dingen slimmer kan organiseren. En dat is in de gemeenteraad herkend en dat hebben de bevolking van Zwolle heeft dat ook herkend.